Onlangs ben ik op pad gegaan met de leden van Team Deltaloid om hen te helpen in hun voorbereiding naar Rio door middel van een challenge. Dit keer met surfster Lilian de Geus. Een windsurfster die keihard aan het trainen is om haar Olympische droom in Rio te verwezenlijken. Ik heb een challenge voor de klaarstaan die bol staat van de snelheid, actie, maar ook controle. We hopen haar een extra zetje te geven, zodat ze nog zelfverzekerder aan de start staat in Rio. En ik zie er al staan. Lilian de Geus leerde op haar 12e windsurfen tijdens een vakantie in Italië. In 2006 surft ze haar eerste clubraces, terwijl ze ernaast ook nog op hoog niveau voetbalt. Lilian wordt in 2012 geselecteerd voor de Olympische campagne waarmee ze kan deelnemen aan Rio 2016. Op zowel de World Cup 2014 in Palma als het Rio Test Event behaalt ze de zilveren medaille. In 2015 haalt ze op de World Cup in Hier de gouden medaille. En ze ligt goed op koers naar Rio. Hoi, hoe is het? Ja, goed. Ik ben benieuwd wat we gaan doen. Wat een hele leuke dag. Ik denk dat je het heel tof gaat vinden. Kom, we gaan naar binnen. Jij bent de echte adrenaline chick, heb ik te horen gekregen. Maar je bent ook een van de relatief jonge Olympische deelnemers. Hoe hou je je staande tussen al dat geduw en getrek en ellebogenwerk? Op het begin was ik een beetje de underdog die in de fleet kwam en dan let niemand op je. Maar nu word je meer als groot concurrent gezien en dan letten ze gewoon veel meer op je. Je bent gewoon een bedreiging voor ze. Ja, een bedreiging. Ja, en dat begin ik wel te merken. We gaan je vandaag een klein zetje helpen. Ja, ik ga je meenemen, kom. We hebben een speciale outfit die je aan mag trekken. Ja, wij gaan tegen elkaar racen. Bring it on. Oké, ja. Ik heb er zin in. Ik heb ook zin in. Tof. Ja. Ik ben benieuwd wat voor racemonster daarin dat lieve meisje schuilt. Ik ben het. Rintje. Ik ben hier vandaag bij RacePlanet. We gaan hier vandaag Lilian een beetje op gang helpen. Lilian moet toch een beetje beter worden in het ellebogenwerk. Ja, ik ga me er snel tussen voegen en kijken of we een beetje strijd kunnen creëren. En daar gaan wij aan werken vandaag. Ja, want Rintje is naast topschaatsen ook een zeer bedreven autocoureur. Eerst maar even warm draaien met karten. Welkom! Had je in de gaten dat Luigi de beer uit Lemmer is? Ze is een beetje verrast, hè? Ja, hè? Ja, wel verrast. Dacht je, wie komt er nou aan de kant beuken? Nou, we gaan vandaag hele leuke dingen doen. Ja. Dus, ik ga jou op sleeptouw nemen. Kijken of we jou een beetje met ellebogenwerk klaar krijgen voor Rio. Ja. Rintje heeft 5 Olympische Spelen op zijn naam staan natuurlijk en heel veel titels. Dus, ja. Rintje kan heel goed auto racen. Oh, oké, okay, ja, dat dus, wist ik niet. Ik weet wel dat je goed kan schaatsen, maar... Hey, want als topsporter, wat vind jij belangrijk? Zij is natuurlijk vrij jong. Ze gaat voor het eerst naar de Olympische Spelen. Ze moet een beetje van zich af leren bijten. Wat zou jou daarmee willen geven? Nou ja, ze zit in een RSX-klasse, wat heel dicht bij elkaar zit met windsurfen. En daar moet je gewoon heel brutaal zijn. En dan, dan mag je het andere mensen best zuur maken. En dat proberen we hier natuurlijk ook te doen door je een beetje de pas af te snijden. Dat je daar niet door geïntimideerd voelt, maar ook gewoon vol de aanval kiest. En dat is gewoon wel belangrijk. Je bent al lang niet klaar voor vandaag en het gaat een hele toffe dag worden. Dat kan ik je beloven. Oké, op naar de volgende. Mag je met je mee rijden? Ja, tuurlijk. Van een karten voor de lol naar het serieuze werk. Het circuit van Zandvoort. Waar we Lilian gaan helpen haar plek op te eisen in een race. En dit is het echte werk. Ja, ik heb dit nog nooit gezien. Ja, we komen hier natuurlijk van de kartbaan naar het racecircuit. We gaan even kijken of jij kan laten zien wie hier de baas is. Ik ben benieuwd. Hey, maar we hadden het even al in het gesprekje net ook over hoe jij op je mannetje staat. Dat je bent nog jong, je groeit goed. Je bent al een tijdje geplaatst, maar je ontwikkelt je goed. Er zit een goede stijgende lijn in. Ja, zeker. Ja, tot nu toe heb ik wel bij alle internationale toernooien overal een medaille gepakt. En vorig jaar bij de World Cup hier had ik voor het eerst mijn gouden medaille gehaald. En ik hoop dat ik die lijn kan doortrekken richting Rio. Wat zijn eigenlijk je doelen in Rio? Nou, mijn resultaatdoel is ik ga echt voor goud in Rio. Dat horen we. Goed zo. Je hebt de auto's nu een beetje hier zien rondrijden. Het geluid hoor je van de ronkende motoren. Ben je er klaar voor vanmiddag? Ja. Ja? We gaan Rintje opzoeken. Ja, kijken goed. Welke auto's er klaar staan. Waar bleven jullie nou? Ik kan maar wachten. Ja. De kaart heb je gehad. Ja. Maar na de kaart wil je natuurlijk wel echte werk. Met een echte auto.
Voordat we de jongste lid van Team Deltaloid zelf achter het stuur zetten, zal Rintje het eerst even voordoen. Rijdt het heel anders dan een normale auto? Nee, op zich niet. Het is allemaal wat stugger en wat harder. Daar moet je echt van wennen. Oh ja. Het stuurt wel heel direct. Hier is het belangrijk, goed langs de binnenkant, dat je deze bocht goed aan kan snijden. Hier ook, binnenkantje. Deze bocht is altijd sneller dan je denkt. Je ziet overal die pionnetjes staan, dus je rijdt eigenlijk van pion naar pion. Oh. Dus bocht opkomen, recht een stuk. Pionnetje, pionnetje. Is het spannend of niet? Het is nog redelijk ontspannen hoor. Ja? Ja. En dan beseft Lilian zich steeds meer dat het geen kinderspel is. Gaat het nog goed? Ja. Wow. Het is wel echt heel anders dan het kart, joh. Dat is heel anders, hè? Ja, echt groot verschil. En? Hoe was het? Ah, dat was heel gaaf. Ik kan meteen door. Ja. Ja, wij kunnen. Okay. Na een uur meerijden onder hoogspanning mag Lilian zelf laten zien wat ze kan. Kijk naar de pion, kijk waar je naartoe wil. En kijk naar de volgende pion en naar buiten. Ja, pion, kort remmen en insturen. Hele circuit gebruiken. Hup, oh, remmen. Oplaten. Oh, dat gaat te hard. Ja, en geef me gas. Schakel hem maar op. Nu even wat meer rust erin. Desnoods wat minder hard dat je voor de bocht met je versnellingen klaar bent. Nog een moeilijk spelletje, hè? Ja, vooral met al dat schaam. En naar buiten. Netjes. Ja. Nou, dat was super. Kijk, daar hebben we de coureurs. Hey. Hey. Ging goed? Ja, het gaat steeds beter. Nu gaan we apart rijden. En jij mag Rintje het vuur aan de schenen gaan leggen. Ja, ik ga hem proberen in te halen. Zal ik doen. Ja, we zijn er ook wel klaar voor. Ja? Ja, gaat hartstikke goed. Nou, prima. Alleen we laten hier niet helemaal alleen rijden. We hebben Han mee als instructeur. Ja. Han. Rustig en achter het kontje aan. Een uurtje rijervaring verder is het tijd voor Lilian om te laten zien dat ze haar plek op kan eisen door Rintje in te halen. Derde versnelling. Binnenkant houden, binnenkant blijven, binnen doorsteken. Heel goed. Heel goed. Gaat top. Op de bumper gaan zitten. Gaan we inhalen of niet? Ja, ga er maar langs. Oké, snelheid eruit. Derde versnelling, tweede versnelling. Remmen, remmen, remmen. Rennen. Dat was een mooie slip. Heb je goed opgevangen? Oké, alles goed gegaan. Links, links, links. Ja. Wow! Dat ging goed. Dat was echt jammer voor die spin. Ja, dat was wel jammer. Anders was het nog gevaarlijk. Ja, inderdaad. En dan zet je een paar keer goed te pakken, toch? Of niet? Ja, inhalen, buiten. Vanuit de slipstream zo er voorbij. Op het rempunt. Klasse, man. Goed gedaan. Heel goed. Het ging steeds beter. Ja, het ging wel hard hoor. Af en toe. Heb je er een beetje wat aan gehad? Ja, zeker. Ja, je moet wel echt lef hebben. In ieder geval een stoot adrenaline. Ja, ze heeft wel lef getoond ook, toch? Ja, ik vind het echt knap. Ik ook. Geen circuitervaring, maar ze geeft toch echt serieus gas. Absoluut niet bang. Ja. En super goed gedaan. Ja, heel stoer. Ik vond het echt heel gaaf om te doen. Ik hoop dat je er wat aan hebt voor Rio. Dat je op naar Rio. Daar iedereen aan de kant kan zetten en vol voor je droom kan gaan. No mercy. Yes. No mercy. In Rio gaan ze er allemaal aan. Ja. Succes. Succes. Ja. Ja, Lilian heeft een mooie dag gehad. Ze begon wat angstig, maar eindigde als een volleerde racecoureur. Ik ga op pad naar de volgende challenge. Met een lid van Team Deltaloid. Mag ik eerst nog even zelf een rondje rijden? Haha!